Ja, hoeveel oliebollen hebben we al gebakken, Ruben? Ik denk dat we al wel op de 15.000, 16.000 zitten, nog niet? Ja, inmiddels? Ja. Zeker wel. Zeker, ja. Dus behoorlijk wat inderdaad, ja. Nachtwerk. Ja, wij bakken inderdaad ook voor een goed doel. Eigenlijk hebben we een leuke actie gedaan met de clubs, met Bomboys en met Haki. Met Haki en Bomboys hebben we de actie gedaan dat we gezegd hebben van elk zakje oliebollen dat zij verkopen, krijgen ze van ons 3 euro weer retour. Dus dat is een mooie sponsoring voor de club. En ja, hoeveel heeft de Haki er verkocht? Ik weet het niet eens precies. Maar... De Haki heeft 3850 verkocht. En dat is eigenlijk zo gekomen. Bij de Haki zijn ze bezig ook voor het inzamelen van geld voor een waterveld. Ze willen graag een waterveld. Dus daar is het idee ook ontstaan. Wij hadden sowieso al het idee om oliebollen te gaan bakken dit jaar. En zo is het een beetje gaan rollen. Dus na de Haki kwam de Bomboys, die kreeg daar lucht van en de Bomboys had zoiets, nou wij hebben ook wel een goed doel. Dus de Bomboys ook zo'n 3000 oliebollen. Dus ja, we zijn druk aan het bakken. Ja. Nou, in eerste instantie hadden we het idee van we gaan inderdaad met de hand scheppen. En gaandeweg dat we de opdrachten van de Bomboys en van de Haki kregen, hadden we al snel zoiets van dat gaat hem niet worden met de hand. Dus we hebben een hele mooie oliebollen doseermachine op de kop kunnen tikken. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Nou. Ja, zeker. Ja, die helpt ons gigantisch. Dus. Absoluut. Zoals misschien de meeste mensen wel in de krant hebben gelezen en we hebben gesproken met de familie Blokhuis. Die mensen hadden vroeger een bakkerij hier in Haaksbergen. En die verkochten destijds al heel veel oliebollen voor de buurt. Hè, en iedereen die ze maar wilde hebben en kopen. We hebben met die mensen gesproken. Nou, die zijn inmiddels al lang gestopt met hun bakkerij. Maar we hebben het recept van hun min of meer een beetje overgenomen. We hebben kleine aanpassingen gedaan. Want dat was heel bewerkelijk. Maar het recept is helemaal fantastisch. Lekker met appeltjes en rozijnen, krenten, alles erop en eraan. Maar als je dan met die mannen bezig bent in de bakkerij, hè, met die twee oude kerels. Ja. Dat was echt fantastisch. Hè, van, dat ging van, Jos, kom eens even hier, kijk eens even naar deeg. Ja, niet te veel water erbij in, want je kunt er niet meer uit halen. Nou, dat soort dingetjes. Ja. Dat was echt fantastisch. We hebben hele leuke avonden gehad en dat was echt geniaal. Maar zo zijn we tot een echt fantastisch recept gekomen. En die zijn we nu aan het bakken. Ja, nee, de mannen, de bakkers van Blokhuis hebben ons gigantisch geholpen, ook met het recept. Daarnaast hebben we ook nog bij wat andere bakkerijen en bij andere mensen tips en ideeën opgedaan. En we zijn zelf erg tevreden over het eindresultaat tot nu toe. Ja, dit is voor de eerste keer. Ja, geluiden zijn goed. Dit is voor het eerste jaar, dus we gaan het afwachten. Ja. Dus we zijn nu in shift aan het bakken, 24-7 zijn we bijna aan het bakken. Hè? Dus ik heb mijn shift er bijna op. Ja. Hij moet nog, dus ik ga straks even het bed in. Goed zo. Ja, we hebben verschillende oliebollen. We hebben natuurlijk de krentenbollen. En daar zitten dus rozijnen, appeltjes en krenten in. En daarnaast hebben we de gewoon naturelbollen. En we hebben de naturelbollen. En dat was een ideetje wat uiteindelijk een beetje naar voren kwam. We zeggen van nou, wij vinden een naturelbollen. Ja, we hebben liever een krentenbol waar wat in zit. En toen zijn we toch een beetje gekeken wat kunnen we gaan doen met die naturelbol. En toen hebben we bedacht om dan daar toch een beetje kaneel en suiker om die ze daarin te rollen. Dus dan krijg je net even een iets ander smaakje. We hebben natuurlijk ook de gewone en naturel, maar ook deze hebben we toch ook gemaakt. En ik vind ze heel lekker. Ik vind ze echt wel heel erg lekker geworden. En de oliebollen en de jaarswisseling. Ja.